Het lijkt erop dat een pyromaan actief is in Tiel. In de afgelopen weken zijn er verschillende auto's uitgebrand en dit gebeurde met name in het centrum en in Tiel-West. Burgemeester Beenhakker liet naar aanleiding van vragen in de gemeenteraad weten dat de politie volop de aandacht heeft om de dader of daders in de kraag te vatten. Daartoe zijn er inmiddels verschillende middelen en extra capaciteit van de politie ingezet. Daarbij wordt ook uw hulp gevraagd. Heeft u informatie of is u de laatste tijd iets opgevallen? Bel dan met de politie. 0900 8844.